Blijf spanning op de minibands houden. Dus nu gaan we een beetje buildspieractivatie doen door middel van coinzakken. Succes nu. Ja. Als je kunt, kom je op tijd nog op je tippen. Het is iets moeilijker, maar één been in stabiliteit en vooral goed groot blijven. De bedoeling is dat de bekken neutraal blijft, dat ze niet dit gaan doen. Dat ze daaruit komt. En nu gaan we naar kegel 3. Miniband blijft de hoogte van de knieën. We gaan nu naar de hordes en we gaan een technische sprong doen. En de minibands gaan u helpen naar knee alignment, dus dat uw knie goed zit. Dus we gaan altijd starten voor de horde. Mooi recht, gebruik ook uw handen. We gaan starten, handen zo, inzakken, overspringen en mooi landen. Wat bedoel ik met mooi landen? Is zo landen, in een knieflexie. Maar ook, uw knieën mogen niet naar binnen vallen. En daarvoor gaat die miniband u helpen. Dus, doe maar. Ga voor de horde staan. Handen recht. Inzakken. Up. Voilà. Dan altijd terug. Resetten. Inzakken. Up. Dat is voor je knieën. Up. Doe maar. Dus nu toon ik gewoon een aantal progressies zodat we dat opvouwen. Dit staat misschien los van de opwarming, maar zo kunnen we het meer en meer functioneel gaan maken. Miniband, knieën. We doen dezelfde oefening zoals er net. Inzakken. Nu gaan we handen, één been. Moeilijk. Altijd terug dan starten, twee benen. Handen zo. Inzakken. Landen, één been. Doe maar. Met een man. Echt goed. Perfect. Oké. Even lage skipping. Goeie frequentie. Perfect. Van dieper zitten, dieper zitten. Dan mag nog altijd van de knieën. Miniband knieën. Nu gaan we een hop doen. Dat wil zeggen, we starten op één been. Altijd dezelfde techniek. Starten op één been. Inzakken. Landen één been. Doe wat. We starten links. Up. Neem altijd tijd om te resetten. Inzakken. Up. Domme vraag, maar heel goed. Twee minibanden. Ene boven de knie, ene enkel. We doen nog eens die van het begin. Up. Twee richtingen. Doe maar. Ene boven de knie, ene enkels. Dus wordt het een pak zwaarder. Benen zijn gestrekt nu. Hup. Mooi gestrekt. Altijd spanning op de minibands houden, dus benen niet sluiten. Ja. Het zit er van al, ja. Dus rood en groen. Teen weg of over kleine teen. Wat gaan wij nu doen is we starten. Gezicht naar tribune. Dus we starten op links. Inzakken. Hup. Landen op rechts. Terugzetten. Links. Afduwen. Grote teen. Landen op rechts. Doe maar. Zonder bandjes. Voilà, perfect. Terugzetten. Inzakken.
afduwen grote teen, mooie landing. Hup, voilà. Dan, hup. Perfect. Dan gaan we naar de volgende station. Gaan we dat omzetten tussen de hordes. Dus ook afduwen, grote teen, maar nu gaat het gewoon in shuffle brengen. Hup, hup. Doe maar. Station 5. En gewoon even omzetten in het laterale versnellen. Dus je start gewoon gezicht, tribune. Hup. En even versnellen. En dan kom je terug naar Kegel 1. En we doen nog eens hetzelfde. Alleen. Ja, hup. Kegel 2. Lateral bandwalks. Man, 2 minibandjes. Ja, handen in de nek. Benen strekken. Ja. Ja, andere kant. Nee, sorry. Dat altijd vanaf grote teen. Ja. Dus je springt rechts, landt links. Voilà. Goed. Ja. Daar. En dan doen we de side shuffles. Goed accent op dat veranderen van bewegingsrichting dat het duwt op die grote teen. Hier nog even lateraal versnellen en dan terug naar tegen. Ja. Dus ga je springen over kleine teen, hup, en landen zelfde been. Dus inzakken, springen, landen zelfde been. Ja. Voilà, hup. Hoe zetten we dat om? In een functionele beweging is de crossover. Dus we gaan starten en nu gaan we over kleine teen stappen. Dus we doen overstappen, hup, stop. Dus inzakken, overstappen, hup, stop. Probeer maar. Hup, voilà. Tak, perfect. Goed starten, inzakken, over kleine teen. Crossover versnellen, hier nog, sorry. Start dan de kegel, crossover versnellen, heb hem versneld. Probeer echt in de eerste crossover stap te maken. Iedereen klaar? Mooi gestrekt, twee voeten staan. Ik zal links of rechts roepen. Dus als ik links roep, val uit op links. Wachten op het tweede signaal en dan sprint. Alright, is iedereen klaar? Links? Ja! Voilà, dank u wel. Dank, gasten.